Ook deze test- en vaccinatielocatie gaat dicht. De Biezen, Nijmegen-West, was tijdens de coronapandemie lange tijd een belangrijke vaccinatielocatie. Maar nu de vraag naar tests en vaccinaties bijna is verdwenen, kan de Biezen dicht. De GGD Gelderland-Zuid stopt er maandag met prikken en testen. In de regio blijft nu nog één vaccinatielocatie over, de voormalige Volvo-garage aan de weg door Jonkerbos. De vraag naar tests is niet alleen gedaald vanwege de afname van het aantal besmettingen. Het heeft er ook mee te maken dat het sinds vorige maand niet meer verplicht is om bij de GGD te testen na een positieve zelftest.